Jan Geraerts, voorzitter van de scouting Saffertin in Maurik. Wat is hier gebeurd? Gisteravond werden we gealarmeerd door de plaatselijke brandweer dat ons scoutinggebouw afgebrand zou zijn. En we komen ter plaatse en we treffen deze puinhoop aan. Is er van de oorzaak iets bekend? Ja, er wordt gesproken over dat er jongeren hier rondgang hebben, maar ja, dat zijn alleen maar vermoedens. Sterke vermoedens zijn dat er brandstichting is geweest, gezien de tijdstip en de localiteit en de afgelegenheid van het gebouw. Is dat waarschijnlijk het geval geweest. Hoe gaan jullie verder? Hoe gaan we verder? Dat is een hele mooie vraag. We hebben net contact gehad met een naburige vereniging die gefuseerd zijn onlangs. En daarin is een locatie vrij die we kunnen gebruiken gedurende het halve jaar. We zijn bezig met nieuwbouw die er gepland was. De planning is dat we waarschijnlijk zo rond augustus, september naar de nieuwbouw zullen gaan verhuizen. En in de tussentijd denken we gebruik te kunnen maken van de leegstaande accommodatie in de omgeving. Wat voor materialen zijn er overstuur gegaan? Dat zijn eigenlijk al onze spelmaterialen waar we eigenlijk elke week de groepen mee draaien. Tenten, knutselmaterialen, archief, foto's. Inschrijfformulieren, eigenlijk al onze inventaris die we bij elkaar gesprokkeld hebben, kompassen. Wat hoorde ik nog van de week zeggen dat er ook nog was? GPS-systeem waar we routes mee lopen. Dus heel veel eigenlijk. Allemaal verloren door de brand. Ik stap er staan allemaal spijkers liggen ertussen. Kom er eens uit. Kom er eens uit, Tim. Tim. Kom. Het is gevaarlijk, jongens. Vaak heb je een spijker in de buisjes hadden gekocht. En zo'n knooppakket hadden we gekocht. En ik zou zo'n met jou meteen kunnen we mee beginnen. Het is allemaal weg. Nieuw boekje, ik had er twee. Zeg maar even 80 man die gewoon nu niks meer hebben. Gewoon plezier ontneemt. Even een avondje leuk. Ja. Zie je iemand zomaar gaan verschillen? Nee. Dat gaat niet. Het ziet heel klein uit. We weten zeker dat het geen kortsluiting is geweest. Nee, er was niks aan. Maar ik vind het wel meer raar dat het helemaal niet met de gemeente geweest is. Dus ik vind de wethouders of de burgemeester aan zijn weg. Desillusie, hè? Ja. We zijn er toch... Hey, stil van, hè? Niet normaal. Ja, dat is heel naar. Dit vind ik wel zoiets. Ja, er is niks te winnen, hè? Ja, er is niks te halen. Kom maar. Ja, kun je het zo zien? Ja, maar nou, hou ik pas de naam, maar de stil weg daarna, weggebrengen.